We gaan nu naar Zolder. We gaan mijn wiegje, waar ik in heb gelegen. En mijn zus, die hebben mijn ouders altijd nog bewaard. Weet je dat die mandjes nu helemaal hip zijn? Kijk. Ja, die heten nou Moses Basket. Dat is toch geweldig? Dit geeft mij hoop als je kinderen krijgt. Ja? Het huis nog steeds zo mooi en vlekloos. Hallo! Parachic slaapkamer. Deze, die wil ik dus ook. Ik moet toch wel lachen. Nee, we gaan huilen. Het is klaar. Haar eerste designer outfitje. Ja. Heel mooi weer. Basisschoolvriendinnetje Naomi. Hoe cute is dit pakje? Ah, ik heb het nog nooit gezien, maar ik vind het zo leuk. Van het hemeltje zo. Oh, dat is het hemeltje. Kijk. Het lijkt spinnenwielen wel. In de babykamer. Jullie deden vroeger het Mozesmandje in plaats van een autozitje. Ja. Nou, dit... Onverantwoord. Ja, onverantwoord. Dat ik nog leef. Goedemorgen, zaterdagochtend, de derde babykamertour in Zwolle. Ik ben in Windesheim, een dorpje om de Zwolle, echt 10 minuten vanaf mijn ouders. En ik ga naar Adriana, heeft 4 kinderen. Ze is onlangs bevallen van de 4e. Volgens mij is ze 1 van 8, 6, 4 en dus die is net bevallen. Dus ik ga haar babykamer doen, ik ben heel erg benieuwd. En ze woont een heel mooi huis, het is hier echt heel cute. Dat is weer het leuke van al die dorpjes, ik vind het echt zo knus. Maar goed, we gaan eventjes naar binnen. Volgens mij volle bak op zaterdag. Altijd welkom. Dit zijn wel hele mooie donuts. Oh. Wat leuk. Ja, vind je het wel leuk? Oh, je hebt een mooie badkamer. Mag ik hem eventjes? Ja, geef maar even hoor. Oh. Ik heb natuurlijk alles opgeruimd. Ik denk als je komt, dan zorg je nou voor dat mijn huis netjes is. Waar komt die kast vandaan? Ja, is ook een marktplaats. Heel. Nou, we gaan gewoon even beginnen. We zijn wel goed op elkaar. Ja, hè? Alsof, dat is, alsof ik het wist, hè? Nou, ja, ik hoop dat het nou, goed opstaat. Nou, Tom wil je het zien. Kijk. Dit hoekje, jezus, ik ben nu al buiten adem. Ja. Het is hier ook warm, hè? Ik ben bij Adriana aan het filmen. Ik heb gefilmd, ik ga nu fotograferen. Met haar filmen ging goed. Echt superleuk babykamertje. Kijk, is even leuk. Ik doe even de deur dicht. Even een rondje draaien zonder dat ik hopelijk niet duizelig word. Maar kijk, allemaal hele mooie, ook de kleurtjes die ik heel graag wil in de babykamer. Een beetje van dat cognac, zwart, grijs, heel veel pantenprint uiteraard. En oeh, nou word ik dizzy. Maar super leuk. En ze hebben hier ook in de slaapkamer. Daar slaapt hij nu. Een heel cute wiegje, kijk eens. Zo'n hele mooie hangwieg. Hoe leuk is dit? En ga ik alleen nog eventjes fotograferen. En dan gaan we lekker naar Zwolle. Lekker lunchen bij mijn ouders. Kijk, oh, dat is ook een hartstikke mooie inrichting. Nou ja, het is wel... Nee, ga nu niet zeggen rommelig is het. Ja, ze hebben het... Nee, dat valt echt leuk. Officieel hoort het op de bank. Dit geeft mij hoop als je kinderen krijgt. Ja? Het huis nog steeds zo mooi en vlekkeloos wit. Ja, nou ja, de witkast gebruik ik wel met regelmaat, hoor. Ja. Ik wou zeggen, film met Adriana, we zijn klaar. Ja, heel goed. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ja. Of dat je er nog bent eigenlijk. Ja, dacht, ik ga zo. Maar je hebt ook een heel mooi Instagram-account. Dus jullie moeten allemaal even Adriana volgen. Ze heeft een heel mooi huis. Nog een keer terug voor een home tour. Ja, gezellig. Kom ja, maar langs. Leuk. Ja, leuk. Dus zaterdag, wat gaan jullie doen? Nou, we gaan zo nog even naar het Wezenlandenpark hier in Zwolle. Ja, lekker met de kinderen. Jullie dan nog wel? Ja, nou, lekker even ik naar buiten. Ik ga lekker de stad in. Ik ga al die leuke winkeltjes af. Zara Kids en Heinen. Ja, doe dat maar. Doei! Voor 9. Jullie veentje van Eva, wat regent het? Gaat regenen. Oh. Een vriendinnetje van mij van de Gold Diggers Club heeft een heel leuk event. En persontbijt en we krijgen een leuke coaching sessie. En lekker ontbijt. Geen persontbijt. Het is gewoon een gezellig ontbijtje met businessvrouwen. Dus we gaan er nu even heen. Ik kan het weer niet vinden. Zo van start en kijk eens wat een mooie plek voor het ontbijt. Niet verkeerd. Vrouwen met elkaar connecten en ook kennis doorgeven en nou ja, dat is hier echt ja, de perfecte gelegenheid om dat vandaag natuurlijk samen met Bumble te doen. Dus ik wil jullie...
mooi. Zo'n leuk hotel. Kijk eens wat een leuk hoekje. Ik droom van een inloopkast met zo'n bankje in het midden. Maar ja, zoals jullie weten heb ik straks geen inloopkast meer. Maar je hebt hier ook een hele mooie bargedeelte. Dit vind ik ook hele mooie parkrukken. Vindjes afgelopen. Beetje editen. Net op de foto geweest met deze twee knappers. En ging het goed? Nee. Vond jij dat het goed ging? Ik vond het superleuk! Ik vond het superleuk om te doen ook. Nee, ik ga elke dag om 5 uur opstaan. Nou, nah, niet overdrijven. Maar jij doet het al om 6 uur, elke ochtend? Ja, wel vrij vroeg. Ja, hè? Ja, 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 en ik ook om 6. Okay. Ja. Nou, dan moet ik ook. Nu jij bent een snoezer. Je hebt echt absoluut geen ochtendpersoon. Deze is echt geen ochtendpersoon. Jij bent echt geen ochtendpersoon. Ja, ja, elke baal je toch twee uur? Nee, baalt je niet. Ja, ik ga hem zo uitlezen, het boek. Want dat is echt gewoon te erg. Maar thanks voor alle inspiratie. Oh, en Marlotte kennen jullie van de Home Tour. Ja, met een sprintje in. Vrijdag. Ik ben in Amersfoort. Ik heb twee babykamershoots. Eerst bij Jonien. Daarna Rowan. Of andersom. Ik ben de namen vergeten. Maar ik heb loopafstand van Amersfoort. Ik denk, een hele mooie straat. Een hele mooi huis. Ik liep laatst langs een kast van huis. Dus dat belooft wat. Maar we hebben er zin in. Het is gelukkig droog. Ik ben heel benieuwd naar het babykamertje. En het zijn er twee trouwens. Een babykamer en een kinderkamer. Dus ik ben benieuwd. Weer zo'n mooi huis. Oh, verkocht. Huis verkocht. Hallo. Oh, wat is het hier mooi. Hallo. Oh, heb je een mooie auto? Oh, echt? Oh, maar hij is toch van jou? Kamertje had filmen en fotograferen van Jonien. En Pippa woont hier, slaapt hier. 4,5 maanden oude dochtertje. En ze heeft een parachute slaapkamer met heel veel babykamer. Met heel veel leuke vintage items. Dus het kastje hier. En haar zoontje woont ook heel leuk. Of woont. Haar zoontje slaapt ook heel leuk. Slaapt hier naast. Kijk. Kijk eens ook hoe cute. En hij heeft een echte tipi. Zo leuk. En check even die kussens. En in haar kamertje zit ook een kussentje. Die komt van Instagram. Super leuk. Deze. Die wil ik dus ook. Hoe leuk is dit? En check even haar garderobe. Super. Cute. Met deze prachtige mix, zeg Parijs chic, omdat ik daar meteen een beetje aan moet denken, ook door de lambrisering. En hoe zijn jullie hier opgekomen? Zo moest er wel in. Wacht even, hoe is het? Oké, nee, blijf. Tot okay. Volgende tour. Doeg, doei. Yay! Ik zit hier met Jonien. En toch dat je Pippa. Oh, ja, ze is nog steeds wakker. En hoe vond je de shoot gaan? Superleuk. Ja, het ging relaxer dan ik dacht. Nou, je deed het echt super goed. Met hele goede tips. Mooi. En het vrouwtje deed het goed. Ze heeft alweer een ander pakje aan. Ja, dat gaat ook. Van cognac naar roze. Ja, jij bent heel erg gewoon rond. Precies. En ja, oh nee. Toch wel lachen. Dat is klaar. Willen jullie Jonien volgen? Check dan onderstaande link. Ik ben klaar bij... Zo, ik ga stotteren. Ik ben klaar bij Jonien. Jonien woont echt vlakbij Amersfoort Centraal. En ik heb net de bus genomen, want ik ben ergens aan het uiterste puntje van Amersfoort, Vathorst. En daar staat de babyshoot. Oh, het is veel te donker. Of licht. Daar staat de babykamershoot gepland, de nieuwste. Dus ik ben heel erg benieuwd weer. Gaat goed. Ik heb ongeveer elke shoot duurt nu 2,5 uur. Inclusief geklets. Maar mensen die ik echt gewoon ken, dat duurt alweer wat langer. Dus in Zwolle was ik allemaal een beetje uitgelopen. Maar ik ga nu op zoek naar nummer 30. Kijk. Oké, het wordt Rowan. Ik moest even de naam zoeken. Rowan en haar dochtertje Bobby is 15 maanden, dus net geen baby meer. Maar vooruit dan maar. Goedemiddag! Ga maar, het is mijn actie. Ja! Kamertje van Rowan en dochtertje Bobby. Hoe ontzettend leuk. En ze maakt eigen prins.
hier zo. Die kun je bestellen via haar webshop. Kijk eens hoe gaaf. Ik vind die heel mooi, die rechter. Linker ook. Echt heel erg leuk. Bobby heeft ook haar eigen, haar eerste designer outfitje. Hij is van Stella McCartney Kids. En kijk hoe leuk. Dit is toch cute. Nou, Rowan. Thanks voor het leuke shoot. Ja. En Bobby, onze filmster. Bedankt. Doeg. Ja. Het is maandag. Ik ga zo de nieuwste home tour fotograferen, filmen. En echt wel leuk. Het is hier echt om de hoek. Het is volgens mij 1 minuut fietsen. Bij Mirella. Mirella is stylist, vastgoedstylist. Vind ik ook wel eens leuk om iemand te spreken. Die huizen die te koop staan, stylen. En ze heeft zich aangemeld voor een home tourtje. En ik dacht, hey, leuk, je woont bij mij om de hoek. Echt een paar straten verder. Dus binnenkijker in eigen stad. Dus dat is ook wel lekker. Hoef ik ook niet te treinen, vroeg op. Dus het is iets voor tienen. Ik hop op mijn fietsje, camerakoffertje erin. En dan ben ik heel benieuwd. Ze woont ook in een mooi huis. Ook met ensuite deuren. Volgens mij ook ornamenten. Dus wat ik heb gezien van haar huis is heel erg gaaf. Dus op naar Mirella. Ook nog even een dingetje. Gisteravond kwam ik erachter dat ik Mirella haar adres niet had opgeschreven. En ik kon ons Instagram gesprek niet meer vinden. Want haar gebruikersnaam is dus niet Mirella, maar gewoon huiswerk styling. Wist ik veel weer. Was natuurlijk weer vergeten door mijn zwangerschapsdementie. Dus ik heb gisteren op stories een berichtje geplaatst. Van Mirella, wil je alsjeblieft even contact met me opnemen? En de kracht van social media. Binnen een paar minuten had ze een bericht gestuurd. Dus gelukkig kon de home tour doorgaan. Lekker hè? Het gaat goed met de zwangerschapsdementie. Goedemorgen! Ik klopte bij de buurvrouw aan. Ik ben ondertussen al een paar uur bij Mirella. En Mirella heeft zo'n mooi huis. Nou, ik heb urenlang een home tourtje gefilmd bij Mirella thuis. Mirella heb ik uiteindelijk toch nog gevonden op Instagram. Fijn dat je nog een berichtje stuurde. Anders ging de home tour helemaal niet door. Hoe ging het? Ja, volgens mij wel goed. Ja, ik deed het heel erg goed. Leuk dat je er was. Ja, ik vond het heel gezellig. Prachtig huis. En Mirella is interieur- en vastgoedstylist. Dus haar home tourtje komt over een tijdje online. En willen jullie haar alvast volgen? Check dan even onderstaande link. En wat ga jij vandaag nog doen? Ik ga denk ik lekker een zonnetje zitten straks. Ja. Oké, ik ga alles uitwerken. Dus misschien eind van de dag een zonnetje. Maar ik vond het heel gezellig. En jullie hebben een geweldige kat. Waar is de kat gebleven? Ja, die is naar buiten. Vandaag zijn we lunchen met Chip. De eerste stranddate. Zij is heel gezond bezig. Ja, is bijna op. Ik ben minder gezond bezig. En het is heel mooi weer. Donderdag. Na super mooie dag. Heel erg koud. Ik ben afgereisd naar Hoogvliet, ligt onder Rotterdam, voor de zoveelste babykamershoot. En daarna ga ik naar Sliedrecht. Alleen, ik was vergeten uit te rekenen hoe ver het nog daarna naar Haarlem is. En het is van Sliedrecht naar Haarlem nog 2 uur met de trein. Dat heb ik totaal niet goed ingecalculeerd. Dus mama lief komt me straks ophalen, want hij werkt toevallig in Rotterdam. We hebben het goed geregeld. Dus ik ben weer met mijn koffertje, ik ben weer buiten adem. En het is iets over 10 en ik ga nu naar Amanda en straks naar Carla. Ik hoop dat ik de namen goed heb. Al die namen de afgelopen tijd. En morgen heb ik weer een babykamershoot in Zwolle. Ga ik weer even bij mijn ouders slapen. Ik heb ook met vriendinnetjes afgesproken. Dat is de laatste shoot in Zwolle. En volgende week heb ik nog één in Rotterdam. Maar ik weet niet of ik die ga doen, omdat de andere heeft... Ik kon geen andere vinden. Ik stond nog voor 1 shoot helemaal naar Rotterdam te gaan. En de week daarop 2 in Rijswijk. En dat zijn de laatste die zo ver zijn. En de rest doe ik een beetje in de buurt. Maar ik ga even op zoek naar het nummer. Amanda woont gewoon op de 17e verdieping. Ik denk dat we een panoramisch uitzicht hebben. Ik ben met mijn haar aan het ontpluizen. Oh, het zat zo mooi thuis. Kijk wat er ligt. Oh. Hi! Zo! Wow, wat hoog! Dat heb ik nog helemaal niet gezien. Ik dacht 17 verdieping. Ja, hallo. Hoi, Elisa. Hi. Hallo. Ben je lekker aan het eten? Oh, een lange vinger. Wat een leuke kat. Oh, nog één. Hallo. Ik heb een cadeautje gekregen. Oh, ik krijg alleen maar cadeautjes. Kijk nou. Dit is precies. Je kent me niet, maar dit is wel het kleurenpalet. Ja? Ja, echt heel leuk.
Ja, bang was nog niet in de verkoop of zo. Maar Design for Living heeft speciaal voor mij alvast. Is het expres, hè? Ja, nog heel even, dan zijn we klaar. Ja, we zijn bijna klaar. Ja, dan kun je weer verjaardag vieren. Yay. Ja. Klaar met de shoot. Ik ga naar Sliedrecht. Naar Carla. Dus, kijk, mijn jas kan nog net dicht. Kijk, zie je dat? Ongelooflijk. Dus, op naar Carla. Het was super gezellig met de mannen. Lekker. Haar kindje was dus 1 jaar. Dus ik had allemaal lekkere taartjes en zo. Koekjes. Hallo! Ik zag het meteen! Ja, leuk! Nieuwe babykamertour online. Dus vanuit Sliedrecht tot de volgende video. Doeg! Doeg. Ik moest even nadenken waar we waren. Sliedrecht! Vrijdag. Dag na de shoots in Hooglied en Sliedrecht. Ik ben in Zwolle. Dankzij de NS ben ik 3 uur onderweg geweest. Ik ben er nu in de auto van mijn ouders. Want ik heb een babykamertour bij een oud klasgenootje. Oud vriendinnetje van de basisschool. Naomi. Naomi schijnt gewoon een heel mooi huis te hebben. Oh, dat is mijn gordel. En haar huis wordt vaak gefotografeerd. Voor binnenkijkers. Ze heeft onlangs in de vriendin gestaan. Sanne van Enstel is gisteren bij haar langs geweest. En ze heeft een mooie babykamer. Het babytje is wel. Het is geen baby meer. Het is iets ouder dan een jaar volgens mij. En we gaan eerst even lekker bijkletsen. Naomi is mijn vriendinnetje geweest. Tot en met groep 8. Niet dat de liefde daarna over was hoor. Maar we kwamen allebei op een andere school terecht. En ja, dan verwatert het natuurlijk weer. Maar gelukkig wel contact gehad. Door middel van social media. Huis en Facebook. Dus heel gezellig. Ik ben heel benieuwd. Daar is ze hoor. Hallo. Hallo liefie. Oh, dan kan jij hoog springen. Jeetje. Ja, ik ben altijd weer zo. Loop ik zo. En dan loop ik er gewoon voorbij. Echt. Dag Naomi. Ik kom erin. Zwanger en al. Ja, echt. Oh. Naomi heeft gezorgd voor hele lekkere chocolademelk. En we hebben donuts, Indische cake en eitjes. En nou, dit gaat helemaal goed. We hebben tot 3 uur, hè? Ja. We kunnen nog even. Ik ben klaar. Met fotograferen en filmen van het kamertje van Naomi. En moet kijken, het is zo gezellig. En ook weer heel anders dan alle andere babykamertours. Het is een beetje industrieel met groentinten. En hout en leer. En super gezellig. Echt, kijk, ik vind deze zo leuk. Kijk, pakje dan. Kijk, hoe cute is dit pakje? Die is zo leuk. En ik ontdekte net, dit zijn dus Dr. Martens, hoorde ik net. Het waren de eerste schoentjes van haar zoontje Naden. Kijk hoe leuk. Cute. Ik wist niet eens dat Dr. Martens van die kleine schoentjes had. Maar kijken. Heel erg leuk. Nou, ik ga maar even naar beneden, want we hebben heel veel bij te kletsen. Nou, leuk. Oké, dan gaan we beginnen. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Met je mooie panten schoenen? Ja. Oké. Ik ben nu al helemaal buiten adem. Babykamer toe online. Dus vanuit Zwolle, tot de volgende video. Doeg! Hey, op de steek. Jij hebt het opnieuw. Omi heeft ook een lamp zelf gemaakt. Zie je dit? Van een tak uit het park. En deze komen bij Quantum vandaan. En deze is gewoon omheen gewikkeld. En met haken aan het plafond. Maar in de babykamertour gaat ze er meer over vertellen. Maar die tour die komt pas volgens mij naar mij pas online. Want ik werk natuurlijk ver vooruit. Maar hoe gaaf is deze tak? En hier ligt ook nog één. Misschien is dit een nieuw projectje van haar. Kijk. Echt een hele mooie tak. Omi heeft een superleuk Instagram account. Waar ze meer laat zien van haar interieur. En kijk eens wat een cool bed. Van Pallets. Kijk nou hoe mooi. Maar ze is zwanger. Dus ik hoorde net dat ze natuurlijk een ander bed moet nemen. Maar hoe leuk is deze slaapkamer? Kijk eens. Oh, ik ben bij mijn oud basisschoolvriendinnetje Naomi. Long time no see. Ja, joh. Hoe oud waren we toen? Wacht even. Groep 8 was 11. Ja, zoiets. Tot 11. En wij zijn nu... We gaan niet ons leeftijd zeggen. Nee. Ergens boven met 3 jaar. In ieder geval. Mm-hmm. En hoe vond je de shoot gaan? Ja, hartstikke leuk. Vond het gezellig. Ja. Hartstikke goed. Nou, dank je. Ja. En Naomi is zwanger. Ja. Van de derde. Een jongetje, dat weet iedereen, hè? Een jongetje. En wanneer ben je uitgerekend? 5 juni. Zomerbaby. Ja. Oh, bijna. Is dat nog zo? Ja, dat is bijna zo. Ja, joh, man. Dat gaat echt zo snel voorbij. Ja,
joh. Het gaat heel snel. Wat leuk. Ja. Nou, ik krijg ook een jongetje, dus we kunnen playdates doen als of ik weer zonder ben. Echt, hé? Gaan we doen. Heel erg leuk. En je hebt een heel mooi interieur en een mooi Instagram-account. Mm-hmm. En jouw huis is te zien in de Libellen. Mm-hmm. En op de blog van Sanne van Estelle. Wanneer komt die? Ik heb geen idee. Nee? Oh, maar Sanne is altijd best wel snel. Dus. Oké, nou, ik ben benieuwd. Nou, misschien als deze vlog online staat, zet ik het hier wel eventjes eronder. Ja, maar volg Naomi zeker op Instagram. We hebben een heel leuk account. Yes. En ik laat nog even de gordijnroeders zien die je zelf hebt gemaakt. Oh, waar zijn de gordijnen van? De zenos. Nee. Echt te oud hoor. Nee, zijn deze van de zenos? Ja, tof hè? Oh, die ga ik even van kijken. Dit vind ik echt leuk. Mooi hè? Ja. Ik vind het echt heel mooi. En deze tak, waar heb je die gevonden? Die was... Maar hoe heb je die meegekregen? Ja, in de auto. Maar dat past in de auto. Met de klep open. Ja, dus nee, het ging wel goed hoor. Nee, niet. Een hele fijne zithoek. En we hebben, ze heeft hier dus ook... Oh, dit is ook mooi. Dit heb je ook zelf gemaakt. Ja, oh, wat leuk. Ik lag op de grond, was afgewaaid. Ik dacht, weet je hoe tof die kleur is? Ja. Ik heb nog een beetje wild. En met de kerst had ik hem hangen al. En ik kan hem nog niet wegdoen. Nee? Nee. Ik ben aan een... Ik dacht, een hele toffe grote sterren aanhangen. Weet je wel, de grootes en zo met de kerst. Nou, dan weet je, hij kan nog best wel zo. Superleuk. En hier hebben we dan nog een gordijnroede. Nou, ik heb het nog nooit gezien, maar ik vind het zo leuk. 'S Avonds bij mijn ouders. En we gaan nu naar zolder, want we gaan mijn wiegje waar ik in heb gelegen. En mijn zus, die hebben mijn ouders altijd nog bewaard. En die ligt nog op zolder. Dus we gaan hem nu even pakken. Kijk maar, heel spannend. Wellicht gaat hij mee naar Haarlem. Van jou allemaal. En het wiegje. Oh, die is nog hartstikke mooi. Daar ligt Chloe altijd. Nee, dat ligt ze daar echt? Dat zou kunnen. Wacht even hoor. Wildwaterbaan. De wildwaterbaan van Elisa. Wat leuk. Jouw tekening. Ah, oh, kijk nou. Ik kan niks zeggen, hè? De zolder is liever niks voor. Elis? Het onderstel, ja. Oké, deel 1. Dit is jouw ding van de wieg. Oh, kijk dan. Oh, maar man, dat mandje. Weet je dat die mandjes nu helemaal hip zijn? Kijk dan. Ja? Ja, die heette nou Moses Basket. Oh. Ja, nou, dit is toch geweldig. Kijk, dat is misschien die oudjes van vroeger. Die zijn helemaal hartstikke goed, man. Kijk, maar wat is dit? Ja, ruik maar zee. Oh, dat zijn de roesjes? Ja. Kijk eens. Ja. Kijk wat dat allemaal is. Dit zijn de roesjes en dit is het hemeltje. Het hemeltje. Oh, maar je kan hem ook zonder hemeltje. Oh, wat fijn dat het allemaal apart is. En kijk eens hoe netjes ik dat allemaal doe. Oh, nou, geen optimisme. Je moet een ander matras. Dit hoort nemen. Erbij, kijk. Ja. Nou. Dit is ervan. Yeah. En dit, kijk. Ditte. Oh, ditte. Daar gaat je dingetje, Flo. Kijk dan. Matrashoes. Nou. Nah. Kijk nou, leuk! Jezus, het ruikt zelfs nog. Ik ben blij dat jullie van die verzamelaars zijn. Jeetje, man. Dit is gewoon een, deze is verkocht. Ik leg er zelfs nog helemaal op. Ik moet even niezen. Het lijkt spinnenwiel er wel. Dit moet hier. Kijk, dit is het kussentje. Wel leuk dat de kleine jongen bij jou in dat wiegetje gaat zitten. Deze. Hier komt dat dus in. Van het hemeltje, zo. Oh, dat is het hemeltje. Kijk. Oh ja. En dan hier Sarah Kay. Ah. Oh. Zie. Nou. Nou, maar moet je zien, hè, hoe netjes. Ook zonder hemeltje is die leuk, hoor. Zo. Echt heel leuk. En zo zag hij eruit. Oh. In de babykamer. Kijk nou. En dit ding. Deze. Ja. Die hebben we ook gevonden. Ja, waar is het meisje? Ja, hier. Wat is dat speeldoosje? Echt? Ja, de speeldoosje. Waar is het speeldoosje? Dat is allemaal door die... Nou, doe maar aan. Dit beest was eerst roze. Hij is helemaal... Oeh! En die hing hier. Die hing hier. Oh ja, hier aan. Hier boven het bedje. Hier hangt die. Zo. Wow. Leuk hoor. Superleuk. We gaan hem nog even bij ons thuis helemaal van nu maken.
Hij is wel heel leuk. Met wieltjes. Ja. Echt. Van bovenaf zo. Nou. Is toch lief? Een lammetje. Die is leuk. Ik... En deze? Ja? Ja, joh. Want we hebben hem nooit uitgeleend. We hebben hem altijd zelf gehouden. Ja, mooi deze. En deze is ook helemaal geborduurd, zie je? Ja. Fijntjes. En toen kon oma nog goed zien. Toen zei ze later, nou dan moet Elisa maar genoegen nemen met dit. Want dit is iets groter. Maar het gaat gewoon om dat het is geborduurd. Toch? Kijk, ook blauw. Zie? Ja, ik wou zeggen. Ook blauw. Je had gewoon stiekem op een jongetje gehoopt. Alles is blauw. Maar ik hou... Blauw. Jullie deden vroeger het Mozesmandje in plaats van een autozitje. Ja. Nou, die autozitje. Ja, we hadden geen autozitje. We deden dit achter op de achterbank van de auto. Reiswieg. Ja, onverantwoord. Ja, onverantwoord. Dat ik nog leef. Ja, maar de kinderen van tegenwoordig worden... De kinderen van tegenwoordig worden te veel gepamperd. Oh. Kritische opa. Dat is ook zo. Je mag niks meer met die... En we deden dit niet eens in een gordel, want we hadden geen gordels in de auto. Oké, okay, dit knip ik er even uit. Zo, leuk hoor. Want misschien vindt Chris het wel niks. Ja, maar deze gaat gewoon... Nee, deze gaat mee. Die is zo leuk. Zondag. Ja. We gaan weer bezig met het babykamertje. En we gaan nu het rekje ophangen. Draadje spant. Zo. Mm-hmm. Kunnen we die aan het vissersdraadje hangen? Dat gaan we doen. Dat was weer mijn nieuwste vlog. Ik hoop dat jullie hem weer heel erg leuk vonden. Ik dacht, ik eindig hem even met onze zwarte diva. Kijk nou eens even, Lu. Hij zit ontzettend te snurken achter mij. Ja. Ik heb natuurlijk nog veel meer meegemaakt. Maar dat zien jullie in de volgende vlog. En alles wat betreft de babykamer. En interieur junkie baby. Ja, deze. Kijk, ik ben alweer weer wat gegroeid. En zien jullie binnenkort in een babyvlog. Volgens mij wordt dat al dan de derde baby-update vlog. Dus die gaat binnenkort online. Dus ik hoop dat jullie weer een hele leuke vlog vonden. Dan weer graag een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. We gaan richting de 10.000 abonnees. Dat is toch geweldig. Ik vind het zo leuk. Maar ik ga afsluiten. Het is echt kaweer buiten. En ik werk de hele week thuis. Want we krijgen een droomvloertje op zolder. Zien jullie ook allemaal in een volgende vlog. Dus